Dinsdag werden op het Hof in Lieshout bosspelen gehouden voor de groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. Hier stond het spelplezier voorop. We hebben net bosspelen gehad bij de Duveltjesberg hier in Lieshout. En voor groep 3 en 4 hebben we net gedaan. En nu wachten we op 5 en 6, groep 5 en 6. En van 12 tot half 2 en van 2 tot half 4 hebben we nog groep 7 en 8. Daar gaan we ook bosspellen mee doen. We gaan beginnen. Let op. 1, 2, 3, 4. Succes! Als je slim bent. Ja, pakken! Dat is 5, 4, 3, 2, 1 en hand omhoog. Hand omhoog op kriek. Ik ben benieuwd. Waren omgedraaid? Nee! We hebben groep 3 en 4 net gehad met bosspelen in Lieshout, Duveltjesberg. We hebben van allerlei activiteiten gedaan met z'n allen. 30 personen zat helemaal vol, groep 3 en 4. Zonder dat de bal op de grond komt. Valt hij op de grond, begin je overnieuw. 3, 2, 1, succes. Nee! Ik hou wel weer. Nee. Stuin. Westkom! Ja, zo. Jongens, bouw maar weer! Ja! Ja! Op het Oranjeplein in Mariahout werd woensdag voor de basisschooljeugd vlagvoetbal gehouden. De belangstelling was hier groot. Vlagvoetbal is een lichtere vorm van rugby met de vaardigheden ervan. Leerlingen uit de onderbouw trapten af en 's middags mochten de leerlingen van de bovenbouw het vlagvoetbal ervaren. Hij komt op de twee velden en hier heb je een blauw met een oranje veld en aan de andere kant heb je een geel veld. Tijn, aan die kant is 2. Mick daar is 3. 2. Niet 1. 2. Ik ben al aan de bureau, maar ja, dat kan. Kijk, achter het team de bal. Ja! Hapkido, een Koreaanse zelfverdedigingssport, werd woensdag in Sporthal Den Ecker in Beekendonk gehouden. De aanwezige kinderen kregen hier, na de warming-up, les in de basistechniek. Zij leerden aanvallen en verdedigen met armen en benen. Daarop, Jossa. Daarop, Jankswa. Ja, ga maar op de knieën zitten. Daarop, kom je in, kijk je neer. Maro, kom maar omhoog. Hapki. Ja, goed. Auw. Ja. Hoe. Zet. Net. Tos. Zet. Net. 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 Tos. Jos. 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 Hop. 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 Kijk, dan kun je gelijk. Links, links, rechts, 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 links. Nog een keer. Links, links, rechts, 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 links. Nog een keer. Ho. Net. Goed. Laatste, zo hoog als je kan. Keurig. Andere kant? Andere hand. Nee, gewoon dezelfde hand. Zo? Ja, keurig. Ja, netjes. Andere kant? Ja. Ja, dat is de andere hand. Keurig, netjes. Ja, zo is dat. Ja, doen we weer. En wissel. Oh,
Juist. Ik laat het naar beneden. Oké, andere arm. Weet je hoe het moet? Ja. En stap in. Ja. Stap. Ja. Naar beneden, naar beneden. Naar over pakken. Bij zijn pols. Hand er tegen. Nee, niet bij het mes pakken. Bij zijn pols. Bij zijn hand pakken. Jouw hand vol op zijn. Even naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Hand ook. Ja. En nou, jouw hand op zijn hand. En nou, die kant op draaien. Juist. Doe het zachtjes. Zo. Zijl. Dankzij. Zijl. Begin in. Kijk erin. Hallo. Kapsanida. Dat wil zeggen, bedankt voor de les. Op de speelplaats bij basisschool De Sprankel in Lieshout was het donderdag stoepkrijten. De aanwezige kinderen maakten met krijt leuke tekeningen, waarna ze mooi ingekleurd werden. Wethouder Monika Slaats en buurtsportcoach Donny van den Wildenberg kwamen een kijkje nemen. Zij werden door de kinderen uitgedaagd om mee te tekenen en te kleuren. Als ze dan oranje met een roos maken, dan wordt het rood. Oh, hoe gaan we dat dan doen? Waar moet je dan opzetten? Ja. Oh, dat is de zadel. Oké, en de stuur? Dit. Oh, oké. Bij tafeltennisvereniging 21 in Beekendonk werd donderdagmiddag lesgegeven. Onder leiding van de begeleiders van de tafeltennisvereniging legde men eerst de beginslagen uit. Voor hen die nooit of weinig een bedje vast hebben gehad, was het tijd om onderling de slagen te oefenen. Hierna werden de aanwezige kinderen in 3 groepen verdeeld om een toernooi te spelen en waren er kleine prijsjes te winnen. Trainer erbij, spelletje, lekker balletje overslaan en we eindigen altijd met een paar wedstrijdjes spelen. Dat gaan we nou ook doen. Dat gaan we iets langer doen dan normaal. Op het scoutingterrein in Lieshout waren donderdagavond veel kinderen aanwezig om te kijken wat de scouting inhield. Een speurtocht met een kompas en kaarten, spelletjes en bakken op een kampvuur. En zo kregen de kinderen een indruk van wat de scouting allemaal doet. Zo, we kunnen erop, toch? Hij wijst naar die kant. Ja, de zwakke kant moet erop, weer op. Die kant. Nou, gaan we weer. Ja. Nou, wat we daar ook altijd doen bij de scouting, om het een beetje moeilijker te maken, is dat we altijd kusvragen meegeven. Hoe je hem erop moet leggen. Je pakt hem zo. En dan neem je heel veel afstand, want daar dichtbij is het heet. En dan moet je hem zo rond gaan draaien. Hij doet wel wachten tot de andere al heeft gedaan. Je toeloor. Mila, wacht even! Welke groen? Toppie! Toppie! In de muziektuin waren in 2 leeftijdsgroepen ruim 60 kinderen aanwezig bij de boks- en kickbokslessen.
Zij kregen na een warming-up oefeningen die bij deze sport horen. Toen was het tijd om de bokshandschoenen aan te trekken. Hier leerden ze enkele slagen en trappen die met een tegenstander werden geoefend. Zoveel mogelijk op en neer gaan, hè? Goed lukken. Tempo, tempo. Hou vol. Hou vol. Laarbeek Actief kan terugkijken op geslaagde weken in deze vakantie en de coronatijd.